NTR. Succes, jongen. Succes, jongen. Hey. Zet hem op, hè. Bas. Ja. Stap jij naar mijn tafel, zeg. Jongens, wacht, ik heb hem heel even bij. Hey, hey, haar stopje kwijt. Werp thuis op. Ben je bij of anders aan de tijd gelaten? Wat hebben we nou ingezet? Even 5 minuten. Kijk maar. Nee, tuurlijk. Ja, weet ik. Even kijken. Gaan we niet zo? Succes. Gaan we niet zo? Gaan we de kinderen? John. Dus straks, hè? Ja, succes. Gaan we even foto gaan. Ja, kom maar. Kom mee. Ja. Kom maar. Ja, dat is allemaal. Allemaal is niet van. Allemaal is niet van. Allemaal is niet van. Ze gelooft in mij.
begrijp het niet. Waarom is hij niet? Waarom? Hij eet met patat. Geeft haar wat ijs. Neemt zelf een bier. Nog eventjes met haar. Het is alweer half vier. Als volkszanger, dat is er maar één, dat is André gewoon. Ja, ik kan het beste vertolken als ik hem een liedje ziet schrijven en een tekst ziet maken. Die zo even uit zijn mouw schudt. Dan denk ik, nou, dat is een geweldenaar. En dan moet hij 3 weken voor gaan zitten voor 1 uur, maar hij schrijft er 3 uur. En dan ben je een grootheid. De teksten zijn... Slaat echt op mensen en niet zo van ik hou van jou en ik trouw met jou en ik blijf bij jou. Echt uit het leven gegrepen. Iedereen heeft er wat aan. Ja, vind ik wel. Er is altijd wel iets bij dat je zegt, ja, dat is mijn gebeurd. Dat slaat op mij, of? Ja. Wel lachwekkend natuurlijk. 11 jaar ben je daar, je weet amper denk ik wat je zingt, weet je wel. Dat is wel, ja, ik vind het wel humor. Zo zou ik de eerste kennis maken met Hazes geworden. Hè? Ja. Dat was allemaal. En Shell die kon alle liedjes uit zichzelf, dus... was het van wie kan dat liedje meezingen of wie kan het beter? Nou, zij stond op en was altijd Haantje de Voorst. En zij zong het liedje perfect mee. Toen zei iedereen, nou, dan ga ik maar zitten en doe het maar alleen. Mijn ouders draaiden thuis altijd die muziek. Dus ja, automatisch, als je dat 3, 4 keer hebt gehoord, zing je dat mee. Ja, het zong lekker mee. Ja, dat was gewoon een grote artiest. Ja, anders als nou gewoon. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, hoor. Maar nu kijk je niet meer tegen hem op, bedoel je? Ja, nee. Ja. Ik vind het wel goed wat hij allemaal doet, maar niet, ik zie hem niet als de artiest. Ik zie hem natuurlijk als mijn man. Aha. Gaan we onze band doen of even origineel meedoen? Origineel eerst maar eventjes nog een keer. Mijn tijd zat. We leggen wat ervoor. Ik kan natuurlijk, maar ik kan een breekje maken. Staas? Tranana! Wie ben jij? Nu zo. En als we dit houden, dan ga ik het zo aan. Houden en dan even een kreutje erachter. Yo. Oh, dat kan ook. Oh! Ja, oké, wacht even. Ja, hebben we. Ja, hij heeft
verkouden zijn, dat ze kind. Straks komt ze bij mij. Oh, oh. Te lang, hè, denk ik. Jammer. In de hemel of de hel. Er staat maar één ding vast, het gaat voorbij. Het is zo voorbij. Heel mooi. En een kerstslotje, hoor je? Mooi. Luisteren. Huiveren. Gebroken. Uitvragen. John. Was dat de snik of niet? Hè? De snik? Ja. Ik kijk, ik zing een deel, daar hebben we de snik. En dan vind ik die... kijk eens. Dan moet die snik erin blijven. Dat vind ik mooi. Dat is de snik van de Mali Rodriguez, van Celles en Zavoers, van de straatzangers. Nee, ja, dat vind ik altijd mooi. Ik bedoel, en als ik hem één keer zou zingen zonder die snik, dan vind ik dat zonde. Want, normaal gesproken zing je zoiets met de snik. Dus hij zit erin. Single bell, single bell. We gaan meteen door, hoor. Oh, my darling. Hey, 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 single bell, doelloos door de stad, een kinderhandje houdt hij vast. Je zuivert de blues natuurlijk. Een blueszanger die zingt ook over het leven natuurlijk. Blues en soul, dat heeft mij altijd een hele diepe indruk gemaakt. En nog steeds. En dat is, daar wil ik ook nog even bij het rijtje voegen, de fado-muziek, de Portugese fado-muziek, waar ik dus helemaal niet van versta. Maar dat komt zo over, dat is waanzinnig. Nou ben ik zo ver dat ik kan beseffen dat een hoop andere mensen heel veel plezier aan beleven. Aan die triestigheid. Dat ze daar toch uit die tekst, dat is gewoon toch weer een beetje levensvreugde plukken. Ja, maar waar komt die triestigheid vandaan? Dat weet ik niet. Dat weet ik, want ik ben helemaal niet triest. Ik ben juist een boem vrolijkheid. En met mij kan je altijd fysiek lachen. Maar ik kan, als ik daar eenmaal over... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dan moet je toch een beetje in die blues gaan zoeken. De blues ook, dat is gewoon, dat gaan die teksten onderhavelen, dan kom je toch op hetzelfde neer. Het is gewoon iets van wat je in je leven meekrijgt. Dat je niet echt alles kan zien als dat het maar moet zijn en zoals het is, maar het is niet altijd zo. En dat breng ik naar buiten door dat op papier te zitten, denk ik. Dus kennen we ze ook in. Oh. Moet je daar niet in? Ja, voor mij. Ik dacht het wel, hoor. Ja. Twee jaartjes school doorlopen, meer niet. Nee, gaat niet zo. Deze, denk ik. Ja, dat denk ik. Dat einde. Oh. Oh, kut hoor! Ja. Nou, dat is lekker. Zat het erop? Dat is lekker. Wat een veiligheid. Tjong. Ja, dat zal even kijken hoor, die betaalt ze gewoon schade. Komt achteruit. Wat een strontwork. Wat een bedrijf uit te kijken. Tjong. Ik ga
mensen geregeld die in zwart-witte vestjes staan. Dat zijn ordecommissarissen. Die staan er twee van op het podium om het publiek in de gaten te houden. Ik heb begrepen dat jij er ook eentje zelf hebt, die aan de andere kant staat. De voorste bij de hekken staan ook ordecommissarissen om alles in de gaten te houden. Ga jij via buitenom, zodat je direct bij het podium bent? Of wil je weer met de lift, maar dan moet je dus het publiek door. Als je dat wil. Nou. Oké. Okay. Als je dat. Ja, ik kom eraan. Ik ken het al zo'n 22 jaar, die feest. Nee, ik weet niet of je buitenom wil. Nee, ik kom gewoon buitenom. Oké. Okay. Ah. Heb je een opener? Je bent een brave burger. Een brave burger. Ja, ik zeg helemaal op. Hij goed. Nou, proost. Op de studenten, op onze toekomstige politieke zomer. Dokters en chirurgen. Ja, bijna goed. Ja, 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 zie je. Die komt eigenlijk aan, dat weet je wel. Maar de vlieger is dan ook fout gegaan, hè? Oh, dan is het. Dan hebben we het goede nummer uitgekozen, geloof ik. Maar ik ga gewoon verdienen. Even hard kloppen. Kloppen. Dan doe ik wat groter graag. Deze film gewoon een schaduw nog gemaakt, jongens. Hartstikke bedankt. Gaat je reputatie. Je moet ja, via licht. Smile. Ja. Wow. Yes. Mooie foto. Dank je. André, hartelijk dank. Ja, dit was fantastisch. Maakt een mooi feestje. Vond u het ook leuk? Ik vond het leuk. Ja? Ja, mooi zo. Hey, geniet wel van je broodje haring, hè? Ja, ik ben ook van ons. Ga ze inlijst ook. Prima. Volgens mij zijn ze niet nieuw meer. Ja, dat is een beetje de maling.
Zijn die zijn? Ja. Nee, je moet je jas aan. Mijn gedachten gaan er al ver. Zelfs vandaag, mijn verjaardag, ben ik alleen. Niemand ziet dat ik me eenzaam voel. Ik slenter maar door, zonder plannen of doelen. Komt ie, voor mij geen slingers aan de wal. Geen idee, hier is de brand. Ik kan ons geen handen schudden, geen advertentie. No!
Je mag hier wel 80 talen kunnen spreken volgens mij met al die winkels. Hoi. Hallo. Nou, dat is dus de Gerard Douwstraat waar ik geboren ben. Mijn oude kroegje van vroeger. Ik kom straks even naar je toe. Nou, hier heeft, dat is helemaal nieuw, want hier heeft een snackbar gezeten. Maar dat is helemaal vernieuwd. Dat is helemaal... Ik zie al veranderd, zeg. Nou, en daar... Daar, Driehoog, heb ik gewoond. Hier, 67. Dat Driehoog. Waar het Driehoog in de lamp brandt, daar. Daar heb ik... Daar werd ik op de vloer geworpen. Denk ik van de 6 kinderen die mijn vader en moeder op de wereld gebracht hebben, dat ik dan ook qua levensstijl en zo, denk ik wel dat ik het heel erg in de richting van die oude hier kom. Ja, maar qua gevoelig was mijn moeder natuurlijk erg gevoelig en dat denk ik dat daar ook weer van meegekregen. Maar leg eens uit, hoe is dat dan? Mijn vader was ook een horecabeest. Horeca, dat, en altijd, mijn vader die kon je ook vreselijk van lachen als je... Ja, vroeger had je natuurlijk... Je kan de kroegen van vroeger eigenlijk niet meer vergelijken met nu, hè. Ik kan me nog natuurlijk herinneren dat ik een jaartje of 8 was... dat ik mijn vader de kroeg moest halen. Nou, een ander kind schijnt in zijn broek om te zeggen... papa, je moet mijn huis, wat eten staat klaar. Nou, ik deed dat heel slim, want ik vond het juist hartstikke gezellig in die kroeg. Dus ik kwam binnen. En dan had hij meestal op het open. En, ik stond wel bekend als jongetje wat zong, weet je wel. Toen ik 8 jaar was, ben ik toen ook op tv geweest. En toen was het altijd, dat wist ik precies. Op een bejaard, toen moest ik wat zingen. Dan kijk ik altijd Chocomel en de, weet je wel. Ik was ik maar in die kroeg zitten. En na een uur, anderhalf uur, zei ik pas, het eten is dat klaar, weet je wel. Maar ik ben eigenlijk precies hetzelfde. Alleen heb ik nu wat meer... dat ik zeg, als mijn vrouw nu zou bellen, ik moet nu naar huis. Want, nou, dan ga ik naar huis. Dat, Maar je vader deed dat niet? Maar nee. Met geen paarden, met geen Heinekenpaarden. Nou, dit was de woonkamer dan uiteraard. Ja. That's it, man. Is niet te geloven. Dit was de woonkamer, ja. En dan sliepen we met stapelbedden sliepen in het alkoof daar. En achter sliepen mijn vader en moeder. En dan boven zit nog mijn zuster dan. Met haar man. En dochter. En ja. Nou, dat was het dan. Met z'n tienen. In het hok. Huh. Ja, het is niet te geloven. Ik vind het gewoon een beetje eng. Ja, gek, hè? Ja. Ja. Maar goed. Vul hem maar. Je gaat liever weg. Ja. Ik heb het gezien. Ik ben hartstikke fijn dat ik het even mocht zien. Hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, niks te danken. Oké. Okay. Hey, doei. Ik zie je. Iets later, wat kan ik klagen? Nou, dan komen we later weer terug. Ja. Ja, bedankt. Doei. Hey, tot ziens. Oké, okay, dag. Ja. Hey, je vertelde dat je ouders, toen jij het huis uit moest, toen gingen ze scheiden. Waarom was dat? Nou, mijn moeder had een verhouding met iemand. En wat ik later allemaal dat mijn vader ook een verhouding gaat, weet ik veel allemaal. Dus dat weet ik allemaal niet zo goed meer hoor. En mijn moeder ging dus met die man weg. Ja, die natuurlijk ook aan de ene kant een hoop meegemaakt. Ja, hoor. Ja, ik wil toch nog een paar gelukkige jaren hebben natuurlijk.
De hele zonder bonje of dat ik klappen krijg. Ja, ik kan me best voorstellen. Je moeder bedoel je? Ja. Dus daarom trok ik iedereen ook wel met mijn moeder op. Ik heb ook broers erbij die helemaal nooit naar mijn vader toe gaan gegaan. Ook niet versterven en zo. En jij? Ja, ik wel. Ja, ja, ja. 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 Maar ja, ik kan me dat ook wel weer voorstellen van mijn broers. Dat er twee bij waren die zeiden van, ik ga er niet naartoe. Want die wel zo vreselijk pak slaag uit vroeger. Ja. Hé, moet je mij hebben? Ja. Nee, dat doe je haar even goed. Hoe zit het met je broers? Heb je daar contact mee? Nee, met niemand. Niemand? Nee. Waarom niet? Zomaar. Nee. Het is algemeen bekend, dus dat ik... Ga je zin over te praten ook? Ik ga me de hele dag weer versteerd worden. Nee, dat geef ik aan. Ik heb het lekker zo. Sorry hoor. Die komt dus nooit. Nou, je kiest voor bepaalde dingen in het leven. En ik denk dat iedereen dat moet doen wat hij denkt wat het beste voor hem is. En als ik denk dat het het beste voor hem is, dan doe ik dat. En er zitten natuurlijk ook bepaalde dingen achter. Maar die hoeven niet over de markt uit te gooien, over de wereld uit te gooien. Dat doe ik niet. Ja, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor jou. Eerst twee vrouwen, hè? Ja, twee ex-vrouwen, die zie je. Nee, maar vind ik ook niet nodig. Die kinderen? Iedereen is gelukkig op zijn manier. Dan ga je weer beginnen over die kinderen. Nou ja, die zie je dus niet. Maar mis je die niet dan? Nee, je denkt er wel aan. Tuurlijk denk je er aan. Maar ik heb mijn twee kinderen waar ik me verschrikkelijk op gericht heb. En dan ga ik niet met mijn neus in een andere huwelijk zitten. Dit is voor die jongen toch ook niet leuk die naar mijn ex-vrouw gaat? Dat is toch niet leuk? McEwen, Zabel. Martinello y O'Grady. McEwen, Zabel, Martinello y O'Grady. Primer australiano que triunfa en los Campos Elíseos. Primer triunfo de Rabobank en este Tour de Francia. La verdad es que no le habían salido muy bien las cosas al equipo de Michael Boguer, que tuvo la mala suerte también. Jongens, spannend.
Waar is het dan voor ons? Nee, morgen gaat het ook heel goed. Ja? Ja, dus... En waar kom ik eruit dan, Wim? Op? Waar we van de week. Hier kom je uit. Daar? Daar, ja. Oh ja, ja, ja. Nee, is wel mooi, hoor. Het is wel te gek. En is het nou spannend, André? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Ik krijg het weer allemaal. Natuurlijk is dat spannend, man. Het is nieuw. Het is nieuw, nieuw. Ik wou ik vanavond op doen, weet je. Ik ben nou een paar dagen wachten, joh. Het duurt me te lang. Het duurt me allemaal te lang. Maar wat is jou zo bijzonder voor jou hier in deze... Weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Ja. Misschien het gevoel dat je... Dat je het als eerste Nederlander dus gaat doen. De Kleesters heb je gestaan, weet je. Dat geeft natuurlijk wel een bijzonder gevoel. Hè. Ja, het is heel bijzonder. Ja, zonder meer. Ben je daar nog niet heel erg mee? Ja, je raakt er geëmotioneerd van. Ja, ben ik ook. Nou, het zou een beetje gek zijn als het lukt. Als het niet lukt, dan... Ben ik nog zeggen, geen klootzak natuurlijk. Dat wil ik wezen. Maar ik vind het wel spannend. Ik vind het heel spannend. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. En ik draag het op aan mijn vader nog meer. En je vader? Mijn moeder. En moeder. Echt waar? Ja, en als dit lukt, dan ben ik heel ver in mijn leven. Ben ik heel ver in mijn leven. En ik heb jarenlang ruzie met mijn vader gehad over stierenvechten. Zijn groot idool was El Cordobés. Ja, dat geloof ik nog in aanbod goed hoor. Ik heb nog niet goed gekeken naar de borden. En ik heb altijd een grote ruzie gehad met hem. Ik zeg, pa, dat is geen sport. Dat is pure shit waar je naar zit te kijken. Dus ik heb het twee keer geprobeerd in mijn leven. En ik heb twee keer een heel naar gevoel gehad. En de eerste keer was de... Het was om mijn verjaardag. En toen kreeg ik dat van mijn... Oh, jezus, wacht even. Dat ga ik helemaal vol. Toen kreeg ik dat van mijn moeder aangeboden. Dat ze stieren vechten omdat mijn vader altijd een heel grote mond erover had. Nou, dat was om mijn verjaardag, 30 juni. En toen ben ik er zo... Ja, hoe moet je dat zeggen? Zo geëmotioneerd doorgeraakt, weet je. Ik zei, ik ga nooit meer, nooit meer. Heb ik op het appartement op de balkon gestaan. Ik heb alle Spanjaarden, ik heb ze uitgedaagd zelfs. Weet je? Nou, ik ken helemaal niks hoor, dat meen ik echt. Maar ik sla jullie allemaal de tyfus. Hoe kun je zo'n beetje zoiets aan doen? Dus daarom zou ik ze willen zeggen van, dat je in dit soort dingen ook iets anders kunt doen. Dan stierenvecht. Het is niet de Bas. Ik dacht dat hij het was. Kun je spelen op je kies? Hij moest langer. Thank you.
je zegt te bevrijden, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen, oh, zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik denk dat ik jou zet weg door die angst, ik wist het al, het is mijn dag vandaag. Ja, dat is goed, heel goed. Zolang ik je niet verlies, vind ik eens wel de weg met jou. De angst. Ik geef de morgen terug, geef mij de nacht. Pausmobiel. Kijk, die glijbaan met door je zeker. Ja, natuurlijk. Ik heb toch nooit gejokt, tegen jou? Nee. Jok toch nooit? Nee. Ik heb soms wel. Niet leuk, hè? Net had je ook gejokt. Ja, nee, precies. Waar zag je het ook zo? Jongens, kijk eens, de trein. Kamers. Ja. Hey, morgen gaan we waterskiën fietsen. Nee, ik heb morgen nog. Pap, ga je nog van mij een weegvlie zingen? Doe ik. En voor mij, hoe heet het ook? Geef je hart. Geef je hart. Geef je hart? Nee, zij gelooft in mij toch, Ron? Oh ja, zij. Ja, dat beloof ik. Pap, ja. Ga je nog de vlieger zingen? Ja, dat ook. Leuk. Ja, alles gaat hij zingen. Hij gaat alles zingen. Papa, die vlieger moet je van me leren, papa. Ja, dan moet je goed luisteren gewerkt, hè? Vroeger bij mijn vader. Blijf toe. Nee, dat is een stierenwinkel. Kijk, en als de vlekken die niet uitgingen, dan knipte ik ze er gewoon uit.
knoopje. Ja. Nou, het is echt lekker vol, hoor, vind ik. Lekker gezellige groep. Ja, iedereen verwacht 9000, dat kan niet. Ja, maar dat kan niet. Dat kan ook niet. Dat heb ik de hele week al gezegd. Er zit niet veel lege zaal te spelen, hoor. Ja, ja, dat je niet denkt van er staat niemand. Ja, precies. Dat is echt niet waar. Even kijken erop. Want er zitten de mensen, je moet niet vergeten, als je 10.000 in kunnen, je hebt 2,5, dan lijkt het heel leeg, maar dat is natuurlijk niet zo. Hij staat niet voor een leeg ding te spelen. Nee. En de mensen hebben er zin in. Ja. Mensen. Ja, kom maar. Ja. Nee, maar het is toch? Dus nog 5 minuten, hè? Ja. Nog 5 minuten. Ja, waarom zou hem niet... Nou, maar ik weet zeker dat het goed gaat. Ik heb een goed gevoel erover. Het sfeertje is wel perfect, hoor. Ben je, hoor. Ja, ze hebben er zin in. Echt waar. Ja, ze hebben echt zin in. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? Maar je blijft toch van steen. Nu sta je op je plekje. Verdien met seks je geld. Ik zie het van een afstand. Had mij nu maar gebeld. Denk jullie niet aan je kinderen? Denk jullie niet meer aan mij? Ik kan niet meer van je houden. Met een stikkie ben jij zo blij. Ik wil je nu echt niet meer spreken. Er is geen pardon meer voor jou. En kom niet meer bij de kinderen. Al die ouderen niet meer van jou. Iedereen wou je helpen, maar jij, je lachte ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig, want je hebt geen rode duit. Blijf maar staan in de regen, vat vooral nu geen kou. Want bij mij is de warmte voor de kinderen, maar niet voor jou. Denk je nu niet aan je kinderen? Denk je nu niet aan je vader? Mooi gezien hoor, hé. Hey. Ah, Piep. Hé? Hey. Goed gedaan, man. Goed zo. Hé? Pap, jij hebt mooi gezien. Hij heeft mooi gezien, hè? Godverdomme, mooi gezien, hè? Ik zie jou weer. Kamer, even, kom even eerst de kamer in. Hallo.
Eventjes. Toen we aankwamen rijden bij de arena, toen zag ik die lege tribunes, toen dacht ik, nou dat kan niet waar zijn. Toen ben ik zo verschrikkelijk geschrokken. Durfde niet meer op of om te kijken. Daar krijg ik nu nog kippenvel van. Ja, als ik daaraan terugdenk, dat vond ik zo verschrikkelijk. Dat vond ik heel erg. Ja, zoiets wil ik nooit meer meemaken. Had je ook nog nooit meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet, nee. Nee, we zijn wel eens een optreden geweest voor Dreem met 14 man. Maar dan weet je dat je daar uitgenodigd bent voor een feest voor 14 personen. Maar als je dus rekent op 10.000 mensen en dan zitten daar 4, 5 of 600 mensen. Dat is natuurlijk niet alleen voor ons, maar vooral voor anderen een debakel natuurlijk. Ik deed dat nou. Gaan we even normaal zitten, Dreem. Hij deed dat. Gaan we even normaal zitten, Dreem. Dreetje, leg jij die eens even hier? Die onder zetten. Ik wil alleen bordjes. Ja, en een aardappotje. En ik wil geen vleesie. Ik wil ook. Ik wil babybandjes. Ik wil babybandjes. Oké. Okay. Babybandjes. Ja. Ik ga naar de twee. Nou zitten. Zitten. Zitten jij daar. En jij gaat daar zitten. En anders ga je nu meteen naar je bed. Gaan we nou een beetje vervelen. Zeg maar nou de hele dag met jullie wezen. Nou, omdat punt 1 al lang tijd is om te slapen voor jullie. En punt 2 heb ik na het eten iets gezegd. Ja. Weet je wanneer jullie het leuk kunnen vinden als wij het ook leuk vinden? Maar wij vinden het niet leuk. Kijk, de nee, niks meer kijken, want ik heb niks te kijken. Jullie moeten kijken. En te luisteren. We gaan niet meer schreeuwen. Ja, dan ben je nou te laat, maar je gaat naar bed. Tracy Takedown. Om 19:30 het computermagazine Cyber. Om 19:45 op maandag en vrijdag kan op de sport. En op andere werkdagen documentaires. Ga naar bed. Ga ik ook echt op de televisie? Hoi, pap. Tegen PSV voor Europees voetbal en Feyenoord bij de Graafschap voor de titel. De KPN Telecompetitie gewoon bij Kanaal Plus. Waarom nou niet? Luister nou. Laten we nou eens gewoon. We gaan eens praten met de Rosenberg Trio. En we praten met Jan Akkerman en we zeggen: luister eens, kun jij nou eens wat voor ons doen? De jongens van het Rosenberg Trio wil graag. Hallo. Jan Akkerman wil graag. Nou, dan hebben we Demus er nog eens bij. Dan hebben we wel een. Dan heb je. Als heb je een special guest, dan maak ik het programma. Je moet geen voortprogramma kunnen niet doen. Je moet gewoon geen voortprogramma. Je moet gewoon zeggen, om 8:30 beginnen we. En desnoods doet het Rosenberg 3 één nummer gezellig. En dan doen wij de 2 of 3 bij. Jan Akkerman, misschien vanmiddag nog. En anders wordt het morgenochtend vroeg. Mag het ook? Hartstikke graag gedaan, maar wij okay. Zijn veilig. Zijn heel, dag en avond. Ik bel je. Voor het Ahoy gebeuren. Goed. Ja. Maar ik vond het hartstikke leuk voor de uitnodiging, moet ik zeggen. Nee, ook in Rotterdam. Oké, okay. Doei. Nee, maar dat kan niet. Ik pak helemaal niets meer aan voor de tv en alles, dat doe ik niet. Nu, vanaf nu. Ik heb namelijk altijd het Lala Musica en het andere en dat doe ik niks meer. Qua tv dan, hè? Echt hier op de Rosenau. Wat wel belangrijk is, is volgende week Radio Rijnmond. Waarom is dat belangrijk? Omdat hij een hele grote campagne. Ja, maar zit al bijna vol, toch? He? We zitten toch al bijna vol. Ja, maar toch is het belangrijk. Maar Radio Rijnmond kan toch naar mij toe komen? Hij kan ook naar jou toe komen. Ja, ik vind dat ik ga daar niet naartoe. Maar het is een avond van Radio Rijnmond, of een ochtend, waar alle artiesten mee zullen zijn. En iedereen is geweest. Alle artiesten, wie noem je nou alle artiesten?
Bouwen, touwen, hoe heet het, Sukelihoep, Marco Bezato, iedereen is geweest, behalve jij. Ja, dat, en ik vind... Klasse van alles is niet. Ja, maar ik vind wel, het is wel belangrijk. Hij kent natuurlijk heel veel, betekenen natuurlijk. Voor het concert. En commercieel moet je dat dus eigenlijk een kwartiertje, ja, dus zijn twee ja, maar ik heb in mijn leven een bloedhekel aan dat ik iets moet doen, weet je. Nou, je hoeft ik niet, heb persoon moeten is het nooit. Moeten is het nooit, maar we moeten wel commercieel denken. Ik moet ook een beetje aan het concert denken. Ja, ja, goed, maar ik ga ervan uit dat hij al bijna vol is. Dus ja, ik bedoel, maar, wat heb ik er nu voor nodig? Ze draaien hem anders ook niet. Ja, wel. Dat ja, één keer wordt er... Dat is niet waar. Maar ik vind het PR, vind ik even nou toch is ook... Is nou even belangrijk. Ook belangrijk. Morgen is de grote dag voor ons allen, André Hazes. Hij zou hier zijn, hij heeft het ontzettend druk met zijn concert in Ahoy om zich voor te bereiden. Dus we gaan het telefonisch doen. Hij staat voor duizenden mensen in Ahoy, er kunnen er 8000 in. Op het allerlaatste moment dus verhinderd, maar ik heb hem wel, als het allemaal lukt, aan de telefoon. Jos, André, ben je daar? Jos? Ja. Ja, het is druk. Hey, hallo? Hi. Hey, hoe voel je je? Kloten. Nou, goed zo. Daar is geen woord Frans bij. Nee. Jij bent een ontzettende zenuwenkikker, hè? Ja, klopt, ja. Ja, nou ja, maar kijk, je hoeft nog niet vandaag al zenuwachtig te zijn voor iets wat morgen gebeurt. En de mensen dragen je toch op handen? Ja, dat kan je al wel zeggen, maar je moet altijd natuurlijk... Je moet er wel zijn, hè? Je moet er wel staan. Ja, je moet er wel staan. Nou, de vorige keer is het toch fantastisch gegaan. Jij was de eerste Nederlandse artiest die Ahoy vol kreeg, hè? Ja. Dat is alweer 15 jaar geleden. Ja, dat klopt, ja. Nou, vorig jaar is het toch ook gelukt? Ah, dat is 20 jaar geleden, hoor. Zo'n oude lul ben ik al, ja. Ja. Ik heb net een jeugdfoto van mezelf laten zien. Hey, wat voor avond ga jij de mensen bezorgen vanaf morgen? Ik ga vanavond repeteren. Ja? En ik zeg je goud eerlijk dat ik bloednerveus ben. Ja, dat is... Dat maakt niet uit, maar ja, precies. En dat vind ik het liever van jou altijd, dat jij dat weet, dat jij dat begrijpt. Ik snap. Ik ga vanavond repeteren. Orkest komt vanavond. Ik heb met het Rozenberg ga ik drie nummers doen. En ik heb Jan Akkerman, Hans Dulver, Herman Brood. Ja, geloof me maar. Het zou mijn avond zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij moet je horen, je vrouw is er toch ook bij? Of word je er juist zenuwachtig van? Nou, ik denk dat mijn vrouw er niet bij is. Maar dat horen we volgende week weer. Ja, oké. Okay. Hey, ik zie je dit seizoen nog wel. Nee, ik goed, vriend. Dus alle goed. Spuug ze in de bek in Ahoy. Ja. En het wordt altijd 11 uur, moet je me denken. Ja. Ja? Mag ook 12 uur worden. Ja. Hey, dikke zoen. Ik ga even. Doei. Hoi. Dag. Ik heb het al gezegd, hè. Wat? Dat ze er niet bij is, morgen. Ja, ze is er niet bij, hè? Ja, ik denk het niet. Ja. Ja. Hoe komt dat dan weer? Ik heb het altijd met dat soort dingen... Oké. Ik zeg je vast goud eerlijk dat ik vanaf ga repeteren en als ik straks zij gelooft in mij of scouts onder jou en dat soort dingen gezien, dan kijk ik denk maar voor mezelf zingen. Even stoppen, jongens. Maar
we gaan naar elkaar en ik vind het verschrikkelijk. Dan merk ik het grond van mijn hart. Ja, de schuld zal ook zeer zeker bij mij liggen. Maar het is net wat Joost Brink zegt, hè? Het wordt altijd 11 uur. Vind ik wel een hele goeie, hoor. Over. En wat is er precies gebeurd? Of wat is de aanleiding? Nee, de spanning. De spanning. En nou is mijn spanning even te ver gegaan. Ja. Ik loop voor de grootste bokser bij wijze van spreken, loop ik niet weg. Begrijp je? En ik zal nooit mijn vrouw of mijn kinderen slaan. Echt niet. Blind en mogelijk niet. Maar ik kan thuis wel eens wat vernielen. Als ik kwaad ben. Of niet kwaad ben, maar gewoon in een zo'n soort situatie zitten. Ja. Zoals nu. Stress. Ja, stress. Er is geen kleine stress hoor. Echt. Nee. Dus uit overval. Maar ik zou er nog voor vechten hoor, even hoor. Ik heb mijn poepies. En mijn vrouw. Ja, dat ga ik niet zomaar op hoor. Never niet. En mijn poepies. Die boef, hij is een beetje aan dezelfde als ik, hè. Verzie de mooiste wijf, verzie ik die. Hij is pas 4. Zo'n als de wereld heb ik nooit gehoord. Hoe was het met alles wat ze vroeg? Wat ze vroeg, kom aan. Als zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vroeg nooit. Wat je voor mij is vrij, want ze weet. Ik had moeten, ik zei mijn eigen en je trots kan zijn op je eigen veld. En daar hoor je, zullen ze zeggen, ja, ze is het verkeerd.
Vrijdag 16 oktober. Ik hou van je, Rachel. Dat is voor mij ook negatief natuurlijk, op de hele familie. Ik ben er allemaal mee bezig en het is niet alleen mijn schoonzoon, het is ook mijn vrienden, mijn gabber. En, het is, ik hou van die jongen gewoon, ik ken hem 25 jaar. En we hebben 25 jaar lief en leuk met elkaar gedeeld. Dus als er zulke spanningen zijn en zulke rare dingen gebeuren, dat vreet de hele familie aan natuurlijk. Is het nu heel raar wat er nu gebeurt? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zoals anders zich nu opstelt. Hij is altijd 3 dagen voor het concert bij mij thuis geweest en altijd gezellig kaartje gelegd aan de keukentafel gezeten, burgerpot gegeten, boerenkoolwaal die dan, of suddelappies, of dan gingen wij ook filmpjes zitten kijken van de vader en van de Avro en zoals u wenst mevrouw en oude concertdekken en toestanden. Ze hadden om te lachen, hadden we 3 fijne dagen. Dus dit is voor ons ook nieuw natuurlijk. Ik heb hem 25 jaar mijn werk nog nooit meegemaakt. Dus. Maar ik denk, als Rachel er niet zou zijn, nou, dan is het een debakel, denk ik. Want ik denk dat hij alleen in elkaar stort. Als hij dus die lege stoelen ziet en zijn vrouw is er niet, zijn kinderen zijn er niet. Dat hij dan helemaal gek wordt. Dag man, ik zie je. Ja, ik denk het niet. Mama collega. Oké. Hè? Mama komt collega. Ja, mama, ja, maar ik bedoel, zet hem in de schuur. Doe ik. Tot maandag. Ja. Hou hem droog. Dat zie ik. Dag man. Dag, succes. Goeiedag. Wat doe jij hier eigenlijk? Ik ben een mental coach van André. Mental coach? Mental coach, om hem te ondersteunen, spanningen wat af te drijven. Ik probeer in ieder geval de overdreven spanning weg te nemen. Zonder dat je de spanning die je nodig hebt om te kunnen presteren, om die weg te halen. En om dat vertrouwen wat hij in zichzelf heeft naar buiten te gooien. En datgene waar hij het sterkste in is, het uitdragen van zijn emotie en die dingen waar hij in gelooft. Om dat naar buiten te gooien. Dat gaat via wat ontspanningstechnieken, waar ik wat zo nu en wat hypnose bij gebruik. Maar in de zin dat hij daar zelf volledig bij is. Het is een hele lichte vorm eigenlijk. En ja, daar vaart hij wel bij. Andre Hazes!
sarà vita, si darò e non sogno rivedere, carezzati, da trovare tra le mani principianto, mondo sul diamondo sai per me, a nessuno lo so bene, non mi piacere, orizzono, oristante, dolcemente tiro, come prima, giù di prima cama, come on! Stak voor je. Baby, blijf hangen in de kroeg. Zodat ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het, dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Als ze weet, ik ga voorbij. Ik schrijf een eigen lied voor die man, hij ontdekt een zie. Toch iedere van mijn soms een idee, ze vertrouwt op mij. Zo wachten door de tijd dat ieder mij herkent en je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen die hazes. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Op mijn kracht. Als hij gelooft in mij. Ze weet, ik ga voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied. Totdat iemand mij ontdekt en ziet. Tot ieder me soms niet heeft. Ze vertrouwt op mij.
Hi. Hi. Hè? Ja, jongens. Toch gekomen? Ja. Wederom, hè? Met elkaar getrouwd. Ik heb problemen met mijn zoek. Ik ga ook lossen. Hè? Dat is een eerlijke zaak. Anders hoef je niet te trouwen met elkaar. Dus het is makkelijk. Wederom, zeg je, Rachel? Ja, spanningsveld natuurlijk, iedere keer met die grote dingen. Ja, dat reageert hij dan toch thuis af. Is hij de keer zo? Ja, dat is jouw hoge spanningsgraad natuurlijk. Hè. Dus... Goedemiddag. Ik heb jou gebeld, hè? Ja, ja. Nou. Ik kom voor de interieur. Nou ja, ik heb het een beetje uitgelegd, hè? Ja. Cadeautje voor het 7,5 jaar trouwen, dus... Ik zal me voorstellen. Erwin Jager. Peter de Vries. Hi. Erwin Jager. Dat was zoiets verwacht. Dit is hem. Ja. Nou ja, het is, jij moet beslissen, want... Dit is hem. Ja. Een beetje wat je verwacht. Ja, dat is een mooie auto. Ja? Ja. Nou, dan wou jij automaat hebben, hè? Toch? Ja, nou, ik wil eens even binnenkijken. Ga jij binnen? Ja, we hebben natuurlijk gewoon een aantal, tenminste een groot aantal opties wat er op deze auto mogelijk is. En, ja, ja. Ja, je kan er gewoon van maken wat je zelf wilt. Ik bedoel, automaat hangt te schakelen, leren interieur, geen leren interieur. Pakketvloer? Pakketvloer, laminaat. Ja, laminaat. Het is wel leuk, hè? Ja, mooi. Hoe vind je hem zitten? Goed. Ja? Ja, heel goed. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Nou, je kan zelfs een armsteun in het midden is ook nog mogelijk. Je kan het zo gek niet bedenken. En wat zijn zo'n beetje die accessoires die je erbij kan doen? Als je echt een hele dikke auto wilt hebben, kan je gewoon dikke wielen eronder zetten. Lichtmetalen. Dat is wel leuker. Chrome spiegelkappen. Een pushbar. Wat is een pushbar, als ik vraag? Een pushbar. Ik heb het hier op een foto staan. Oh ja, dat is wel leuk, zeg. Van onder bij het karter komt hij naar voor de grill. Dat maakt wel een stuk rustig, denk ik. Dat is wel leuk, hè? Ja, heel mooi. Leuk met die breedstralers erop. Zelfstralers erop. Dat is echt leuk. Wat eten we, man? Wat eten we? 6 uur een beetje. Al 7. Niet zo lang. De ballen voor de finale. Hebben we nog veel aan voetballen? Ja, hè? Waarom? Zeg mij waarom?
heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het gelukkig komt, ja, dan zal ik al gaan voor je zorgen. NTR brengt cultuur speciaal voor iedereen.